Ja, je zegt hij wilde er niet in, maar vond je dat je recht had op meer vandaag? Nou, als ik gelijk 1-1 maak, dan winnen we gewoon. Dus dat is zo simpel is het, maar dat doe ik niet. En je verliest hem. We hadden genoeg kansen gecreëerd. Dus je hoeft die nooit te verliezen. Je had de keeper in de verkeerde hoek gestuurd, maar je eigen bal was heel traag en ook nog naast. Ja, het snelheid maken niks uit. Het ging zoals ik wilde, alleen ik schuif hem naast. Dus neem ik op me, dit verlies. Dus dat is zuur. Want we zaten er net lekker in eigenlijk de laatste tijd. Maakt het lastig vandaag tegen Rijnsburgse boys, want ja, ze winnen eigenlijk met 2-0. Dat we uit de ingooi scoren is eigenlijk gelijk de 1-0. En dan zie je dat we er even weer overheen moeten komen voordat we weer een beetje gaan voetballen. Het is zonde, maar je ziet de tweede helft, kan je gewoon nog winnen. Alleen ja, ik doe het kut, laat ik het zo zeggen. Ik kan me voorstellen dat als jullie op achterstand komen, daar schrikken jullie niet zoveel van. Want vaak gaat het dan juist in één keer lopen. Ja, het gebeurt vaker. We moeten, wat ik zeg, het maakt niet zoveel uit. Ja, het is eventjes mentaal, maar onze ploeg is goed genoeg om het dan recht te trekken. Maar vandaag wilde hij er niet in, dus het is spijtig. Is die penalty dan een mentale tik die je dan niet overwinnen kan, zeg maar? Ja, ik had het nog niet gemist. Dat is zonde persoonlijk. Maar verder had ik ook nog kansen, maar die had ik ook niet gemaakt die normaal wel erin gingen. Dus het was gewoon slecht vandaag voor mij, mijn afronding. Ik kan me voorstellen dat als de laatste weken wat gaat lopen, dat dan als het vandaag niet loopt, dat het weer iets ongrijpbaars is. Word je er onzeker van? Nee, waarom? Goede ploeg. We zijn kampioen geworden vorig jaar, dus onzeker ben ik nooit eigenlijk. Gewoon volgende week weer ballen en dan opnieuw een reeks inzetten.